Nu de avondklok een feit is, komen radiozenders met plannen om thuisblijvers 's avonds te vermaken. Zenders als Pod3 FM, Radio 538 en 100% NL hebben hun programmering vanaf zaterdag aangepast. 3FM-DJ Sander Hogedoorn trapt af met een marathon op YouTube en draait tussen 21.00 en 4:30 vanuit zijn huiskamer, maakte de radiozender vrijdag bekend. Elk uur staat in het teken van een ander genre. Dat we de komende weken elke avond binnen moeten blijven is een bittere pil. Laten we van de eerste nacht dan samen een feestje maken, zegt Sander. Tekst gaat verder onder advertentie. Op Pod3 FM is vanaf maandag ook het avondklokfeestspel te horen in de show van Ramon Verkoeijen en Mark van der Molen. De pubquiz is voor luisteraars is gebaseerd op nummers die vaak op de zender worden gedraaid. Bij 3 voor 12 radio kunnen aansluitend liedjes worden aangevraagd tijdens de avondklokrequest. In het weekend wordt in de programma's Vera Onttrek en K tot laat aandacht besteed aan de avondklok. Verzoeknummers ook Radio 538 heeft ruimte gemaakt. In de programmering kondigde de zender aan. De Cowen en Sander Show gaat vanaf maandag een half uur langer door, tot 19:30. Zij luiden vanaf 18 uur de 538 avondklokshow in en worden daarna opgevolgd door een ander duo. Tijdens de show staan verzoeknummers van de luisteraars centraal aan. Komt er een speciaal avondklokrad? Op 100% NL is vanaf zaterdagavond het nieuwe tijdelijke programma De Avondklokshow te horen. Illusionist Hans Klok zal de eerste uitzending, waarin spelletjes, verhalen en muziek aan bod komen, presenteren. Buzzelets Blokkade.